Ella Henderson. En Ghost bij Weer FM Takeaway op zondag 28 juni 2020. Tijd voor de helden van 2020. We eren een groep vrijwilligers. En daarvoor maak ik verbinding met Mick Wolters en Piet Scheres. Heren, goedemiddag. Een hele goede middag allemaal. Fijn dat we uitzending mogen zijn. Kijk, Mick, om met jou te beginnen. Vertel eens, wie wil jij vandaag uitroepen tot held of helden van 2020? Ik vertegenwoordig de stichting Leergeld, Weert, Nederweert en Kranendonk. En wij hebben een aantal fantastische vrijwilligers in dienst die per jaar zo'n 750 kinderen in onze regio helpen om mee te kunnen doen in de maatschappij. En misschien kun je dat nog wat toelichten even in een paar zinnen. Wat doet dat Stichting Leergeld nou precies? Ik weet niet of jullie weten, maar heel veel mensen, heel veel kinderen in Nederland, 1 op de 12 kinderen in Nederland zitten in een armoede situatie. En de Stichting Leergeld helpt deze kinderen die zich bij ons melden om te kunnen zwemmen, sporten, naar school gaan of zelfs een fiets ter beschikking te stellen. En dat doen een aantal vrijwilligers voor ons. En die gaan bij de kinderen op bezoek. Die maken kennis met die kinderen in hun gezin en gaan het gesprek aan om te kijken hoe ze kunnen helpen. Ja, en daar is Piet één van die vrijwilligers van. Piet, namens al die vrijwilligers word jij dan vandaag door Mick uitgeroepen tot held van 2020. Dat moet toch fantastisch voelen? Als het voor alle vrijwilligers is, want we doen dat werk met ons vieren natuurlijk. Doe dat niet alleen, hè? Oké. Ja, want dat was mijn volgende vraag inderdaad. Hoeveel vrijwilligers vertegenwoordig jij vandaag? Hoe groot is die groep die al die kinderen in die drie gemeenten dan helpt? Is er een groepje van 4 vrijwilligers? Nou, dat zijn de 4 vrijwilligers die de huisbezoeken doen. Oké. Ja. En de hele Stichting Leergeld bestaat uit vrijwilligers. We hebben coördinatoren en het bestuur daarboven. Maar we hebben 4 vrijwilligers die als intermediair de huisbezoeken afleggen. Jij bent daar een van die 4 van, Piet. 75 jaar. Ja. Wat trekt jou dan om dit vrijwilligerswerk nog altijd te doen? Nou, ik ben vrijwilliger van meerdere organisaties en daar ben ik van oudsher ingerold. Ik heb ervaren in mijn leven, ik heb veel voor justitie gewerkt. En ik heb ervaren dat Nederland niet direct, ik noem het dan altijd, slachtoffergericht is, maar dadergericht. En dan vallen mensen buiten de boot. En zo ben ik langzaam maar zeker via slachtofferhulp en via andere organisaties ook bij Stichting Leergeld terechtgekomen. En toen in Weert, in 2011, Stichting Leergeld opgericht werd, toen heb ik me daarvoor aangemeld. En sindsdien doe ik dat. En jij doet dan intermediair werk. Zou je eens even kort kunnen uitleggen wat dat precies inhoudt? Ja, we krijgen bericht van een aanmelding. Via allerhande kanalen komen berichten binnen van een gezin dat kinderen heeft. En waar mogelijk Leergeld iets kan betekenen. En de coördinator die daarover gaat, die verdeelt dan over de 4 vrijwilligers de aangemelde zaken. En wij maken dan een afspraak voor een huisbezoek. En dan maken we, zoals de voorzitter al zei, kennis met de kinderen en met de ouders. En het is eigenlijk een quick scan van de situatie. Of ze voldoen aan de beleidsregels zoals Leergeld die hanteert om de kinderen te kunnen helpen. Ja. Want we willen natuurlijk dat de kinderen mee kunnen doen op school en met sporten enzovoort. Ja, en Mick, als jij dit nu zo hoort en er zijn luisteraars van Weer FM die denken, goh, ik kende de Stichting Leergeld nog niet, maar ik zou er graag meer kennis mee willen maken. Mick, waar kunnen dat soort gezinnen dan terecht? We doen dat actief en proactief. Gezinnen kunnen, als ze beschikken over een laptop of een pc natuurlijk, inloggen bij Stichting Leergeld Weert. We hebben een website en op die website kunnen ze zich aanmelden. Maar ze kunnen zich ook melden, want het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar die op de basisschool het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zitten. Die kunnen zich ook op school melden. Want alle scholen weten dat de Stichting Leergeld bestaat. En dan maken ze een afspraak. En dan komt Piet of een van zijn collega's langs. Hebben het gesprek. En dan gaan wij er alles aan doen, zodat de kinderen ook echt mee kunnen doen. Want dat is de doelstelling van onze stichting. Daar ben ik
als voorzitter heel erg trots op deze mensen. Ja, want waarom verdienen nou volgens jou al die vrijwilligers van Stichting Leergeld het om vandaag hier bij ons in het zonnetje gezet te worden? Maar weet je, ze werken allemaal, laat ik zeggen, in de anonimiteit. En ze krijgen van de kinderen en van de ouders vaak complimenten. Ik denk dat deze mensen verschrikkelijk goed werk doen. En wat is er nu nog belangrijker in onze maatschappij? Dat kinderen mee kunnen doen en dat op een hele soepele manier ook kenbaar kunnen maken bij een stichting. En deze mensen doen dat geheel belangeloos. Die steken daar per week heel veel uren in. En ja, ze krijgen er natuurlijk heel veel blijde gezichten voor terug. Maar ik vind dit het moment om ze ook echt in het zonnetje te zetten. En Piet mag daar vandaag dan ook in voorop gaan. Ja, een prachtig mooi verhaal ook. En ik zou zeker, ook alle luisteraars die denken, goh, ik wil er meer van weten, zoek het even op Stichting Leergeld. En Mick, dan komen we bij het einde. Want dan mag je ook nog een nummer uitzoeken. Wat voor nummer mogen wij draaien voor al die vrijwilligers van Stichting Leergeld? Ja, we hebben zoveel verschillende vrijwilligers. Piet zei het al, het zijn er een stuk of, ik denk 15 of 16 die dat allemaal doen. Heel veel smaken in muziek. Maar ik dacht, weet je, het gaat om kinderen. Dus laten we vooral een liedje rondom kinderen kiezen. Volgens mij hebben we een liedje van Kinderen voor Kinderen uitgezocht. Klopt, en inderdaad. Jullie in bestand. Ja, ja dan nou, gaan we draaien. Mick en Piet, hartstikke bedankt voor het mooie verhaal. Mick, bedankt voor om Piet en al zijn vrijwilligers, zijn mede-vrijwilligers uit te roepen tot held van 2020. Prachtig verhaal en nou, we gaan voor jullie draaien. Kinderen voor Kinderen en Hallo Wereld.